Ja, als wij de collega's van de COCOF horen, dan zeggen ze, ja, Vlamingen, jullie leggen de limiet op 65%, dus jullie stoten al die anderstaligen weg. Eén, toch nog even mijn zin afmaken, wij komen in de meeste scholen belangen na niet aan die 65%. En op dit moment stel ik vast dat in onze lagere scholen 37% van de kinderen thuistaal niet Frans, niet Nederlands hebben. En daarom ook goed, dat we die 15% hanteren om die kinderen die thuis niet Nederlands, niet Frans, 9 jaar in het basisonderwijs gelopen hebben, dat die kunnen verder gaan in het secundair. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.